Open de Arduino-ontwikkelomgeving. Je gaat een bibliotheek toevoegen om het display met de i-c-module aan te kunnen sturen. Kies hulpmiddelen, bibliotheken beheren. Typ in de zoekbalk Liquid Crystal, dan een spatie en dan i-c. I2C. Installeer de bibliotheek van Frank de Brabander. Sluit het venster Bibliotheekbeheer. De i-c-module zorgt ervoor dat jij het display met maar vier draden aan kunt sturen: twee draden voor de voeding en de andere twee draden voor de data. De bibliotheek wordt opgeslagen op je computer. Ga met de verkenner naar de map Documents, Arduino en in de map Libraries zit de toegevoegde bibliotheek. Wanneer je de map met de bibliotheek opent, zie je ook een bestand Keyword staan. Dit zijn alle functies die je nu kunt aanroepen. In de map Examples staan voorbeelden van sketches. Deze voorbeelden kun je ook openen in de ontwikkelomgeving. Open in de Arduino ontwikkelomgeving, Bestand, Voorbeelden, Liquid Crystal I2C, Hello World. Dit is een voorbeeld sketch die gebruik maakt van de toegevoegde bibliotheek. In de sketch zie je dat er gebruik wordt gemaakt van twee bibliotheken. Wire.h, dit is de bibliotheek om met I2C te werken en Liquid Crystal IC.h. Dit is de bibliotheek om het LCD-display aan te sturen. De eerste programmaregel beschrijft het adres van de I2C-module en de grootte van het LCD-display. 20 staat voor 20 karakters en 4 voor 4 regels. Upload de sketch. Wanneer het uploaden lukt, maar je ziet niets op het display, kan het zijn dat je het contrast van het display moet aanpassen. Dit doe je met de potmeter aan de achterzijde van de I2C-module. De voorbeeldsketch Hello World is geschreven voor een groter display. Wanneer ik het display Vervang door een groter display met 20 karakters en 4 regels is alle tekst uit het programma zichtbaar. De functie lcd.init initialiseert het LCD-display. In het voorbeeld is deze regel per ongeluk 2 maal geschreven. LCD Backlight zorgt ervoor dat de backlight van het LCD-scherm brandt. Als je een tekst wilt plaatsen, plaats je eerst de cursor op de plaats waar de tekst moet komen. Let op: het tellen van de positie en regels begint bij 0. LCD Set Cursor 3,0 betekent positie 4 en regel 1. Nu volgt de functie om een tekst te plaatsen. Op deze manier worden ook regel 2, 3 en 4 geprogrammeerd. Ik wissel weer naar het kleinere display en sla de voorbeeldsketch op onder een andere naam. Ik pas de sketch aan voor het display met 16 karakters en 2 regels en ook pas ik de tekst voor het display aan. Wanneer ik de sketch upload zie je het resultaat.